Hey man. Morning. Dat is goed. Morning. Winston, zit je lekker? Ik zit heerlijk. Hang je thuis nog wel eens in de bank? Toevallig gisteravond. Heerlijk. Toen zeiden er een aantal dingen tegen elkaar. Dat je weinig avond hebt dat je echt even denkt ik heb niks. Jouw familie zit al generaties in de filmindustrie. Je moeder heeft samen met haar zus modeketen Pauw opgezet. Zat dat commerciële er bij jou al vroeg in? Ja, ik was echt vanaf dat ik kon praten ongeveer reden commercieel. Ik herinner me nog dat ik op school al vanuit de kluisjes handeltjes dreef. Dan kocht ik partijen Russische pennen op. In de pauze verkochten we met winst. Van huis uit was het al duidelijk dat je iets in de televisie of in de mode zou gaan doen. Waarom is het televisie geworden? Omdat ik daar op een gegeven moment toch meer mee had. Het maken van televisie of film. En daarmee een mogelijkheid hebben om zoveel mensen te bereiken, ja, dat sprak me erg aan. Ja, een belangrijk moment was dat jij als jonge vent op de grote baas afstapte, Joop van der Ende. Ja, toen was ik denk een jaar of 19 en toen zat ik al in de soap Goudkust. En ik dacht, ja, dit is leuk, maar dit is het natuurlijk niet. Ik dacht, dat acteren dat heb ik eigenlijk nooit echt leuk gevonden, maar ik heb dat heel bewust gedaan. Omdat ik dacht, als ik nu leer hoe dat televisievak werkt door op de vloer te staan, dan heb ik daar heel veel profijt van later. Maar ik dacht, ik moet nu wel even zorgen dat we wel uiteindelijk de goede richting uitgaan. Toen ben ik naar Joop gegaan in een lunchpauze. Toen heb ik tegen Joop gezegd, nou, ik wil... Meneer van der Ende. Meneer van der Ende, ja, zeker. Ja, met trillende knieën. En toen zei ik, nou, ik wil graag de beste presentator van Nederland worden. En televisiemaker. En daar moet jij mij bij helpen. En als je dat niet doet, dan bega je de grote fout in je leven, zei ik tegen hem. Vond hij zo mooi dat ik de volgende ochtend een 3-jarig exclusief contract in mijn hand kreeg met daarin werkzaamheden nader in te vullen. Ja, in jouw periode bij Talpa heb je heel veel programma's ontwikkeld. Waar komen die ideeën vandaan? Ja, bij mij staat die machine altijd aan. Ik sta voor het stoplicht, ik zie iets, dan denk ik... De vader trouwens van een van de founders van deze toren waar we in zitten, Cor Stutterheim, die zei mij ooit, het geheim van ondernemen is zien wat iedereen ziet en daarmee doen wat niemand anders doet. En zo probeer ik echt elke dag te denken. Wanneer weet je dan van dit wordt een topprogramma? Ja, dat weet je. Dat buikgevoel moet je hebben zolang je ermee bezig bent. Maar dat moment van dit wordt een topper, dat weet je eigenlijk pas op het moment dat je echt in opnames zit. En dan nog kan het anders zijn op het moment dat het is uitgezonden en je de volgende dag het kijkonderzoek bekijkt. Nou, dus het is eigenlijk een heel apart vak waar heel veel onzekerheden zitten en je vaker een flop hebt dan een hit. Wat is het beste format dat je hebt bedacht? Een programma waar ik toch persoonlijk heel erg trots op ben, omdat het ook uiteindelijk een hoop mensen geholpen heeft, is het programma Even Geen Cent te Makken. Ja. Wat de familie Vroger uiteindelijk toen gedaan heeft. Dat kwam voort uit een bezoek dat ik had bij de voedselbank in Amsterdam. En ik stond daar en ik reed daar toen weg die dag. En toen had ik zoveel mensen gezien die niks hadden. En toen dacht ik letterlijk, jeetje man, hoe zou het zijn als ik een maand zou moeten leven zoals deze mensen. Jij bent niet alleen televisiemaker. Reclamebureau Media Republic was van jou. Jij bent eigenaar van Fashion Check. Mede-eigenaar allemaal, hè? Mede-eigenaar. Dat is altijd een hoop mensen met wie je dat samen doet, ja. Zie je jezelf meer als ondernemer? Ja, absoluut. Je bent onlangs ook voor jezelf begonnen. Ja. Was het een moeilijke beslissing om weg te gaan bij Talpa? Ja, een hele moeilijke beslissing. Omdat in de basis is ieder mens natuurlijk gehecht aan vertrouwen, aan veiligheid. En ik had daar een prachtige, prachtige positie. Alleen, ik had ook nog gewoon een hoop dromen. En het moment was zo'n droom? Nou, het droom is om je eigen pad toch weer uit te stippelen. En niet zozeer de hele dag toch ook bezig te zijn met het pad van iemand anders maken. En dat zit gewoon in me. En jij wilt je focussen op de digitale mediawereld? Nou, niet alleen de digitale mediawereld, maar waarbij we bij Talpa ons voornamelijk focusten op die grote hit op televisie. Geloof ik dat met het veranderende televisielandschap, dat de digitale kanalen zoals internet en mobiel, dat die nu zoveel kansen bieden om ook op een andere manier formats te ontwikkelen, dat ik dat gewoon het is gewoon een momentum. En daar, als je dat ziet, dan moet je daar soms gewoon aan gehoor geven. Ja. Nieuw bedrijf, nieuw huis, jonge kinderen. En passant, ben je gasthoofdredacteur van Luxury. Hoe doe je dat allemaal time-wise? Nou, dat laatste is nog de grootste hobbel. Ja, ik kan heel hard werken met weinig slaap en dat zit in mijn genen, denk ik. Mensen vragen me dat heel vaak, maar ik ben eigenlijk nooit bezig met wat heb ik het druk. Wat heb jij met luxe? Ik kan heel erg genieten van hele kleine dingen bijvoorbeeld. Van een broodje bij het Kuiltje in Amsterdam, waar een echtpaar dan echt alle lekkerste broodjes probeert te maken. Tot en met een uniek moment in je leven dat je misschien de kans hebt om naar de Malediven te gaan, weet je. Ik zie overal wel het mooie in.